Hoi allemaal, dit klavertje 4 is helemaal niet moeilijk om te maken. Je maakt dit klavertje 4 op je haaknaald. Je begint met een enkel elastiekje en die draai je er 3 keer omheen. Dit is 2 en dit is 3. Dan heb je 3 ringetjes op je haaknaald. Dan pak je 2 elastiekjes, die zet je op je naald en dan trek je deze ringetjes over die 2 elastiekjes. Dan heb je dit. Dan zet je het andere uiteinde er ook op. En dat ziet er dan zo uit. Dan schuif je die een beetje naar achteren. Dan pak je nog een elastiekje, een enkele. Die draai je net als net 3 keer eromheen. Deze gaat bijna kapot, die leg ik even weg. Ik pak even een nieuwe. Die draai je er 3 keer omheen, zodat je 3 ringetjes ziet. Dan pak je weer 2 elastiekjes. Je houdt de spanning erop, trek ze een beetje uit, zodat hij niet heel snel afgaat. En dan haal je die 3 ringetjes over de 2 elastiekjes. En dan ziet dat er zo uit. En dan zet je dat andere uiteinde er ook op. Dan heb je 2 van deze, hoe zal ik het noemen? De blaadjes, zeg maar, van het klavertje 4. Pak je er nog 1. 3 ringetjes. 2, 3. Dan zie je weer 3 ringetjes. Dan pak je 2 elastiekjes. Hou de spanning erop. En trek de 3 ringetjes over de 2 ringetjes. Of de 2 elastiekjes. Dan ziet er zo uit. En dan duw je dit een beetje naar achteren en dan zet je het andere uiteinde ook op je naald. Dan heb je er 3. Nu de laatste. Je pakt weer een enkel elastiekje. Je draait hem 3 keer. Dit is 1, 2 en 3. En dan pak je weer 2 elastiekjes. Die zet je op je naald. Hou de spanning erop. En dan trek je de 3 ringetjes over de 2 elastiekjes. En dan zet je het andere uiteinde er ook op. Nu heb je 4 van deze plaatjes. Tenminste, dit worden de blaadjes. Nu pak je een enkel elastiekje. Die zet je erop. En dan haal je die blaadjes van het klavertje 4 over dat ene enkele elastiekje. Dit is de eerste. De tweede. Derde. En de vierde. Nu zet je dat andere uiteinde ook op. Kijk uit, deze staan. Nu zit er heel veel op, dus kijk uit dat ze er niet afgaan.
En dan haal je dit elastiekje hier. Ik doe het even zo, dan kan je het beter zien. Het tweede elastiekje op de naald, die haal je over. Over die andere. Dus je trekt hem, die andere, er doorheen. En dan trek je hem aan. Je moet hem natuurlijk wel even in model brengen. Dat is meestal. Hier zie je dat er een elastiekje een beetje alleen staat. Trek je die even goed. Soms lukt dat niet. Dan zijn die elastiekjes een beetje te ver uitgerekt. Maar dat zie je ook niet weer zo heel erg.